We beginnen vandaag met spelling met uit het Engels afkomstige leenwoorden. Woorden die wij vaak ook nog uitspreken zoals ze in de taal van oorsprong bedoeld zijn. En die wij in ieder geval ook schrijven. Camping, zeggen wij, en de Engelsen zullen dat makkelijk herkennen. Hetzelfde geldt voor computer. De Engelsen zullen dat ook makkelijk herkennen als een woord uit hun taal. We schrijven het zoals de Engelsen het bedoeld hebben en we spreken het uit zoals de Engelsen het bedoeld hebben. De Belgen bijvoorbeeld nemen de schrijfwijze nog wel over, maar spreken het dan in een soort Vlaams accent, spreken ze dat uit. Camping wordt daar gezegd tegen bijvoorbeeld de camping of flat, tegen wat wij een flat noemen. Ander voorbeeldje van een Engels woord wat we heel veel gebruiken is het woordje team. Ik denk dat heel veel van jullie misschien niet eens weten dat het een van oorsprong uit het Engels afkomstig woord is, omdat het zo vaak en zo normaal in de Nederlandse taal gebruikt wordt. Nou, in het Engels is de lastige variant dat we heel veel uitspraakmogelijkheden hebben. Ik heb een paar voorbeeldjes en je mag dat één keer even aanhoren en daarna wat mij betreft weer vergeten, als je de woorden maar gewoon onthoudt door ze veel te gebruiken, veel te oefenen en veel te lezen. De A klinkt als E. We zien daar in game, zien we daar de A, die in het Nederlands als A uitgesproken zou worden, omdat het een open lettergreep is, maar we zeggen daar game, een E. Camping, we zien daar de A. De A is het in dit geval, want het zit in een gesloten lettergreep, en we spreken hem uit als E, camping. De A kan ook nog op allerlei andere manieren worden uitgesproken. Talkshow is bijvoorbeeld een van de manieren. Nog wat voorbeeldjes. De Griekse ei wordt in het Engels ook wel uitgesproken als baby, als i. En dat nemen wij hier natuurlijk over. De ai, die wij kennen uit de r-klank, wordt in het Engels uitgesproken als e, mail. Maar ze kennen hem ook op dezelfde manier zoals wij de r-klank kennen in airbag. Dus je kunt niet vaststellen dat de AI in het Engels wordt uitgesproken op deze manier. De Griekse I wordt altijd uitgesproken op deze manier. Daar zijn ook weer allerlei uitzonderingen. Blijft staan dat Engelse leenwoorden die je vanuit het Engels schrijft, moet je gewoon onthouden. En, dit moet je weten, je schrijft de woorden op de Engelse manier. En meestal spreek je ze uit op de Engelse manier of een uitspraak die daar vlakbij in de buurt zit. Zo direct bij het dicté gaan we er een aantal van tegenkomen. Nou, het filmpje weet je, slaan we over. Sowieso al omdat het technisch niet mogelijk is met dit programma om het te laten zien. Maar je weet, qua inhoud ben ik ook niet zo'n fan van de filmpjes. Nog een paar voorbeelden. Game, make-up, mail, camping, talkshow, cracker, airbag. Rugby. Echt op zijn Engels uitgesproken, maar het zijn allemaal woorden die we dagelijks gebruiken. Het woord cracker misschien niet zo, hè, maar als koekje, als doosje. Maar voor de rest gebruiken we ze allemaal en kennen jullie ze waarschijnlijk ook allemaal. Goed, in het dicté van zo direct gaan we nog eventjes deze serie woorden die we de afgelopen weken gedaan hebben. De trema woorden. In knieën en ruïne. En we hadden daar een kaart bij. Die zie je hier. Is de kaart die we de afgelopen weken hebben gehad. Je weet dat bij de keuze van de trema de klemtoon belangrijk is. Ligt die niet op de laatste klankgroep, zoals in oli, dan ligt die op een eerdere klankgroep, dan zetten we er een N achter. En dan komt de trema op de E te staan, omdat we anders olien zouden krijgen. Ligt de klemtoon wel op de laatste klankgroep, zoals bijvoorbeeld in knie, dan krijgen we er en achter. En omdat we dan knie een willen zeggen, staat het trema op die en die eraan toegevoegd is. Dat zijn allemaal meervoudsvarianten. Daarnaast hadden we ook te maken met de trema die midden in woorden stond. Meestal waren dat twee tekenklanken die we dan toch anders willen uitspreken. Het is niet een ruine, zoals we de ui uit zouden spreken zonder trema, maar het is een ruïne. We willen er klankgroepen van maken. En om dat te doen gebruiken we de
trema. Nou, daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. Goed, dan gaan we nu een dicté maken. Omdat je bent gewend in een dicté dat het een heel prachtig verhaaltje is, waar alle woorden ook nog wat met elkaar te maken hebben. Maar aangezien ik nog steeds wat verkouden ben en af en toe snuf, mag ik nog steeds de straat niet op, omdat ik mij strikt aan de regels van de RIVM wil houden. En ik heb op dit moment een nieuwe handleiding van het nieuwe thema hier nog niet. Die moet ik een keertje 's avonds laat met mijn vrouw ophalen als er niemand in de school is. Dus ik heb zelf wat zinnetjes verzonnen. Pak er een papiertje bij en dan gaan we het dicté maken. Zin 1. Ik sport veel in het weekend. Wil je opschrijven? Weekend. Hij heeft een wond op zijn knieën. Wil je opschrijven? Knieën. De jongens spelen in de halfpipe. Schrijf op halfpipe. Weet je wel, zo'n half dingetje, zo'n rond ding waar je met je skateboard lekker heen en weer kan suizen. Halfpipe. Wij zijn met z'n drieën thuis. Schrijf op drieën. Volgende zinnetje. Ik oefen mijn les op de computer. Schrijf op computer. En de laatste, maar ik bedoel er helemaal niks mee. Asren speelt een spannende game. Schrijf op bij nummer 7. Game. En tot slot. Er zitten veel bacteriën in het water. Schrijf op bacteriën. Als het goed is, heb je nu opgeschreven bij nummer 1 weekend, bij nummer 2 knieën, bij nummer 3 halfpipe, bij nummer 4 drieën, bij nummer 5 computer, bij nummer 6 game, bij nummer 7 bacteriën. En dan zie ik op mijn lijstje dat ik er 1 vergeten ben, maar daar komen we zo direct al achter. Want anders zou ik het hele filmpje weer opnieuw moeten doen en dat ga ik natuurlijk niet doen. We kijken even naar de antwoorden. En dan zien we meteen dat ik bij nummer 5 het woordje tweeën heb overgeslagen. Weekend. Duidelijk. Goed even kijken of je het hebt overgeschreven. Knieën. Natuurlijk het voorbeeldwoord is, dat zul je niet fout gedaan hebben. De halfpipe. Let op de F in het midden. En de pipe is met P-I-P-E. Drieën, let weer op de trema. Drie, een, hetzelfde geldt voor twee, een. In beide gevallen zit de en-trema eraan vast, aan het enkelvoud. Computer was een voorbeeldwoord wat we zojuist gehad hebben, dus dat zul je niet moeilijk vinden. Game, idem dito. En bacteriën, daar ligt de klemtoon op een andere plek dan de laatste lettergreep. Dus krijgen we de en eraan vast en de trema op die laatste e. Goed, dames en heren. Het dicté een keer met een ander programma, niet mijn hoofd in beeld. Maar ik wilde toch wat uitgebreider uitleggen dan ik meestal bij het dicté doe. Vandaar de keuze voor deze methode. Ik wens jullie nog een fijne dag.